U luistert naar Business Club Radio. Vanavond is mijn gast Gert van Ginkel. Hij is operationeel directeur van Pokom Naturado. En we praten met hem over zijn bedrijf. En een van de dingen is natuurlijk, Gert, 2019 gaat de boeken in als het jaar van stikstof en PFAS. Hoe heeft dat jullie bedrijf beïnvloed? Gelukkig zijn we redelijk buitenschot gebleven. Het zijn eigenlijk twee vragen: we hebben stikstof ja. en we hebben PFAS. Uh, allereerst wil ik wel zeggen, inderdaad, uh, we hadden het er net samen al over: dat uh, we wel toch wel kritisch mogen zijn richting de overheid. Dat, uh, dat ze niet hetgene gedaan hebben wat ze eigenlijk hadden moeten doen. Mm -hmm. Waarbij ik in, in Venendaal wel, uh, omdat ik daar uh, dichtbij betrokken was, als bestuurslid van uh, Compagnie uh, uh, Ambacht Nijverkamp, dus de coöperatieve vereniging. Ja, van het bedrijventerrein. Van ja. het bedrijventerrein. Waarbij wij uh, al in een heel vroeg stadium. door de provincie en de gemeente Veenendaal uh, uh, benaderd zijn. Van joh, we hebben dit probleem. Hoe gaan we dat oplossen? We hebben infoavonden uh, georganiseerd. Uh, hebben een dienst aangeboden aan alle bedrijven. Joh, we hebben een bureau die berekeningen voor jullie kunnen maken. Daar, omdat ik dicht bij het vuur zat, uh, heb ik daar dankbaar gebruik van gemaakt. Mm -hmm. um, en hebben wij, uh, en dat had ook met de overname te maken. Want uh, een bedrijf, wat iemand overneemt. Een bedrijf tegen Natura 2000. die mogelijk niet kan groeien. Want dat was, dat was het risico. Dat was, ja. um, en dan moet zij door een weg of zo? Of? Nee, dat was in Venendaal, want dat oh. was Natura 2000, natuurlijk de Blauwe Hel. Oh, ja. uh, is het in de overname ook in een versnelling gekomen? Uh, en heb ik uh, gelukkig al vorig jaar, dus voor mij was 2018 heel belangrijk in plaats van dit jaar, ja. hebben wij al een pasvergunning uh, voor elkaar gekregen. Met zelfs een stukje groei als eerste bedrijf uh, op het Ambacht-Nijverkamp. Dus de pas, daar zijn wij eigenlijk uh, van verschoond gebleven. Wij zijn volledig vergund uh, en wij kunnen onze bedrijfsvoering uh, blijven doen zoals doorgaan. we nu doen. Dus ja. daar zijn we heel erg content mee. Maar het is natuurlijk wel even Het was schrikken. Het heeft ook een hoop effort gekost. We moesten heel veel data aanleveren. Uh, maar dat is allemaal goed gegaan. En uh, we zijn in ieder geval, die, uh, die hobbel hebben we genomen. PFAS. Het, ja. hè, dat was je tweede vraag. PFAS, um, daar hebben we vragen van gekregen. Want veel retailers werden ongerust. Uh -huh. Die kregen ook vragen van: joh, wat zit er in de potgrond? Precies. Um, nou is het zo dat onze producten um, eigenlijk buiten de regeling vallen. Hè? Uh, omdat de, de grondstoffen, laten we zeggen. Echt van diepere lagen wegkomt. De enige risicogroepen dat zou kunnen zijn: compost en houtvezel. Daar zit allerlei keurmerk op. Um, gelukkig is de norm nu al naar boven bijgesteld. Um, en zoals het nu is, voldoen wij aan, aan die normen. We hebben voor de zekerheid wel diverse onderzoeken lopen, ook bij onze leveranciers en zelf ook. Om als er nog vragen komen om die te kunnen weerleggen. leggen. Um, en vooralsnog is het nu in onze branche rustig. In tegenstelling tot de grond- en de slipbranche, hè, want die hebben enorm ja. veel last. Ja, maar bij ons in de branche, in de consumentenmarkt, zijn we redelijk. Uh, is het is rustig en ik hoop dat dat ook zo blijft. Jij zei net nou dat je een eigen laboratorium hebt. Ja. Uh, toetsen die nou ook op uh, de PFAS-dorm? Dit kunnen wij niet uh, toetsen, dus wij hebben dit bij onze... Dan ons, moet je aparte uh, ja, Nou, dit hebben we bij ons externe laboratorium, waar wij al zaken mee doen, hmm. in verband met ons keurmerk. Ja. Die zijn wel in staat om dit allemaal te toetsen en die zijn dit nu voor ons allemaal aan het toetsen. Ja, oké. Okay. Nou... Spannend, dus. En uh, bravo dat jullie er zo vroeg al uh, die uh, certificering voor elkaar hadden. Ja, dankjewel.